leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Dit is een weekvlogje waarin ik weer hier en daar wat snippers laat zien van ons alledaagse leventje. Het is vandaag maandag. En best een bijzondere maandag voor mijn gevoel. Want afgelopen week was Nick de hele week ziek thuis. Hij had echt goed de griep te pakken. 5 dagen koorts, hoesten enzovoort. Geen corona, maar wel gewoon een andere griep. En gisteren leek het erop dat Elimans de buikgriep zou krijgen. Want hij had buikpijn. Hij was wat warm, wat moe. Bleekjes. Uiteindelijk blijkt dat hij obstipatie heeft. Super zielig. Heeft hij nog nooit gehad. Nick had het vroeger wel vaker. We hebben al van alles geprobeerd. Nu uiteindelijk nog even Roosevizé Laxo gehaald. Hopen dat dat nog zijn werking doet. Alleen het probleem gisteren was, omdat wij dus het idee hadden dat het buikgriep was. Want dat heerst op dit moment in onze familie. Ook al zijn we niet echt met hun in aanraking geweest. Maar goed, daarom zijn we allemaal witte producten gaan aanbieden. Rijst, witte crackers. I'll be back. Nou, het was even zielig, maar het eerste is eruit volgens mij. Ik ben hem even aan het afleiden. Hij is de laatste tijd loopt hij met de kassa en de mandjes rond. Dus ik heb bij de Lidl, daar lag net zo'n mandje met allemaal boodschapjes erin. Die kartonnen doosjes, die hebben we nu daar neergezet. Dus ik ben even een winkeltje met hem aan het spelen. Een beetje afleiden in de hoop dat ik dadelijk weer de boodschappen kan gaan uitdragen. Goedemiddag meneer. Thuis. Heeft u een... Ja, dank u wel. Zakje ook. Ja, heeft u een zakje? Nee. Nou, dit is nu onze winkel. Dan hebben we even wat krampjes. Ik heb een nieuwe fles gekocht, zodat het ook aantrekkelijk is om te drinken. Hij had ook nu nog maar eentje, dus het is ook wel handig om nog een tweede te hebben. Hij wilde graag een smoothie. Die maak ik dan zoals altijd. Alleen doe ik dan nu een beetje van dat spul erbij. Is het genoeg? Ja. Want hij vindt het zo niet echt lekker als Ranja. Beweging is ook goed, hè? Voor de dampjes. Op en neer. En stop. Gaan we dansen met onze voeten. Even some real talk. Ken je het gevoel dat alles volgens plan loopt? Dat je huisje schoon is. Dat de boodschappen in huis zijn. Dat de was gedaan is. Dat het allemaal gewoon gefixt is. Dat gevoel. Hoe heerlijk is dat? Alleen, ik had het ook laatst met mijn zusje nog over. En ook in de therapie. Ik heb nog 1 keer de maand heb ik therapie. Dat gun ik mezelf. Zou ik je ook aanraden met wat voor issue je ook loopt. Ik vind het altijd een win. Een winst. In ieder geval, met 3 kinderen. Hoe vaak is dat het geval? Dat het allemaal volgens plan loopt. En als het dan zo is dat je huis en alles op orde is. In hoeverre kun je er dan echt van genieten? Ik bedoel, ik geniet er dan echt van. Maar hoe lang blijft dat zo? Dus als je zo'n mindset hebt dat het allemaal netjes moet zijn, dan blijf je in die spanning, dan blijf je bezig. Ik ben ook best zo opgevoed. Mijn moeder was ook heel netjes en schoon. En ik hou van orde. Dat zit gewoon in mij. Ik hou van netjes, van structuur, van orde. Maar als dat op een gegeven moment ten koste gaat van je kwaliteit van leven of de gezelligheid voor jezelf en je gezin in huis, ja. Wat heb je er dan aan? Je huis moet jou dienen en niet jij je huis. Maar ja, staat nog steeds voorop dat ik hou van die orde en dat me dat rust geeft. En nou ja, dus het is voor mij echt oefenen om te genieten, ondanks dat het een zooi is. En ook oefenen om voor mezelf te zorgen, ondanks dat mijn kindjes mij volop nodig hebben. Dus al die dingen meer, daar ben ik over aan het lezen, daar ben ik over aan het leren, ben ik over aan het praten. Maar ik ben het ook vooral aan het oefenen. En er was laatst een moment dat Maarten 's avonds lang weg moest en ver weg moest, terwijl ik alleen was met 3 kids, waarvan 2 ziek waren. En normaal is dat voor mij best pittig, omdat ik graag dus een plan heb, dat geeft mij zekerheid, van wie wanneer gaat douchen en wat we dan eten enzovoort. Alleen mijn plan viel die dag volledig in duigen, niks liep volgens mijn plan, zeg maar. En ik heb eigenlijk al heel snel de keuze gemaakt, Nens, laat het los. Bijvoorbeeld, ik was aan het voeden. En normaal gesproken is dat een heel rustig moment. Tijdens het voeden valt Eli vaak in slaap. En dan kan ik hem neerleggen. En dan blablabla. Alleen tijdens dat voedmoment ging ik 2 keer de deurbel. En moest ik naar beneden omdat zo laat nog de postbode kwam. Nick was tegelijkertijd dat ik aan het voeden was de dagen daarvoor
aan het eilen. Heel heftig. Dus ik was bang dat hij mij nodig had op het moment dat hij mij ook nodig had. Nou ja, uiteindelijk heb ik dus met alle drie kinderen in mijn bed gelegen. En was het eigenlijk best wel gezellig. Dus dat moment van chaos heeft mij geleerd van, hey, hoe lekker is het eigenlijk om mijn plan los te laten. En ook laten zien, ik heb dat vaste stramien niet per se meer nodig. Ondanks dat het lekker en fijn is op gegeven momenten. Maar als het niet is, dan overleven we ook. Sterker nog, is het best nog wel gezellig. En is het ook wel een verademing om zonder dat plan te kunnen fungeren, zeg maar. Ik weet niet of jullie herkennen, het is heel veel gevoel en gedachten zitten daarin. Dus ik weet niet of ik het goed kan overbrengen. Maar ik dacht, voor het geval dat iemand er iets aan heeft, deel ik het op dit moment toch. Eli slaapt nu. Ik weet niet voor hoe lang, want dat wisselt ook heel erg bij hem op dit moment. Ik heb even gerust. En nu ga ik gewoon weer stapje voor stapje doen wat ik kan doen. En hier is ook de mindset weer om het huis gezellig te maken. Om dankbaar te zijn voor het eten wat ik gehaald heb en dat een plek te geven in huis. In plaats van nu me rot te rennen in de hoop dat ik alles afkrijg voordat Eli wakker wordt. Dus ja, mindset. Lord help me. Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft. En aanvullend, weet je, al die trucjes en routines en structuurtjes die we soms handhaven, zijn goed zolang ze ons dienen. Maar op het moment dat ze ons tot last worden of ze ons een beetje ketenen, dan moet je ze heroverwegen. Bijvoorbeeld, iedere avond gingen wij op een gegeven moment Roomba aandoen. Dat is onze stofzuiger. Dus na het eten hadden we ons riedeltje. Dat Maarten met de kids bezig ging en ik ging opruimen, maar ook alles omhoog zetten, zodat ik daarna Roomba kon aanzetten en die zijn ronde kon doen terwijl wij met de kinderen naar boven gingen. En nu denken we, ja, is dat überhaupt nodig om dat iedere avond te doen? Check eerst even de grond. Sommige structuurtjes leveren op een gegeven moment meer stress op dan dat ze een ontspanning opleveren of dat je er iets aan hebt. En natuurlijk, als je kind klein is of je een babytje hebt, newborn of bepaalde fases van je leven, is het gewoon goed of überhaupt is het niet erg om die structuurtjes te hebben. Maar ja, dienen ze je nog of niet? Zeg maar, dat is bij ons een beetje wat we opnieuw aan het bekijken zijn in allerlei gebieden van ons leven. Het is dinsdagochtend. Het gaat al ietsjes beter met Elimans. Nog wel wat bleekjes en wat aanhankelijk. Ik ben net wezen sporten met mijn zusje. We proberen twee keer per week te gaan sporten. En ik merk ook dat me dat echt goed doet. Genoeg huishoudsdingetjes die ik kan doen. Ja, maar even kijken hoe Eli zich voelt en hoe ver hij dat toelaat. Wij gaan even een kerstboom knutselen. En Eli heeft een kinderschaar. Die is niet scherp, maar wel scherp genoeg om iets van papier te snijden. Knippen. Is dat een goede kerstboom? Ja. Valt tegen, hè? Vind ik goed. Dus kijk, waar ik stipjes maak, kunnen we al propjes doen. Duwen. Duwen. Heel goed. Plak maar op de kerstboom. Ja. Mooi. Dag. Ja, prima. Oeh, waar ga je naartoe? Dag. Ja. Dag. Dan ga je naar de grond. Een kerstboom. Mooi hoor. Oké, kom, gaan we die ophangen. Oké. Eli wilde hem graag daar hangen. Dat is grappig, hè? Dat wij als volwassenen zouden hem ergens, weet ik veel, op de koelkast of op onze ooghoogte of zo hangen. Maar dit is gewoon zijn ooghoogte, dus het was schattig. Mijn zusje heeft het knutseluurtje even overgenomen. Ga ik even de was in de kast doen. Eli die heeft lekker geslapen. Ik heb even een dutje gedaan en even een overzicht gemaakt van de cadeautjes die we al hebben gekocht voor de kinderen. Als Eli wakker wordt, dan krijgt hij altijd nog wel borstvoeding. En tijdens die borstvoedingssessie kijk ik altijd een vlogje. Ik heb nu This Golden Hour gekeken en Margaret Metheny. Ik was gisteren heel even bij de kruidvat voor die laxo
Oostvisé Lakso. Die hadden ze dat trouwens niet. Uiteindelijk heb ik hem bij de apotheek gehaald. Want de DA was nog dicht. En toen... vond ik wel deze mooie mokken. Deze mooie theemokken. Bij de Kruidvat. Dat waren 4 voor 4 euro. Ben je dan toe? Ben je iets aan het zoeken? En we hebben hele kleine theeglazen. En deze zijn wat groter. En best wel stevig. Dus ik ben wel blij. Dus ik ga even een kopje thee zetten. Wil je ook een kopje thee? Nee. Oké. Okay. Yes. Goed zo. Dankjewel. Ruik je dat? Ruik dat lekker? Ja, citroen hè? Groene thee citroen. En vanavond hebben Maarten en ik een date. We hadden eigenlijk vanavond alpha cursus. We hebben één keer in de maand of zo alpha cursus met een paar mensen hier. Die ging niet door. Heel vaak was het niet echt mogelijk in die zin dat Eli onverwachts eerder wakker werd dan normaal. Wat is normaal? Maar nu lijkt er weer een beetje een ritme in te zitten. Waardoor hij zich de eerste keer na zijn naar bed brengen pas weer rond tussen 10 en 1 ergens meldt. Dus we zorgen ervoor dat we voor 10 uur terug zijn. En mocht hij eerder wakker zijn of worden, ja, dan is dat ook eens goed om dat gewoon eens uit te proberen hoe dat gaat. En die mevrouw die komt, die is erg goed met hem en ze zijn goed aan elkaar gehecht. Dus ja, we hebben een beetje besloten samen dat we de komende tijd dat soort dingen wat meer gaan uitproberen. We merken gewoon... Kikje bakken. Wil je een kikje bakken? Ja. Maar dan moeten we snel zijn. Ik weet niet of we dat nog redden. Kunnen we proberen? Lang verhaal kort. We vinden het fijn en belangrijk om ons huwelijk weer een beetje wat meer op de kaart te zetten. Door de tijd met z'n tweetjes te hebben. Wat meer intentioneel. Dus ook echt even de deur uit. Ook al is het maar een rondje wandelen. En hij is nu oud genoeg. Ook al zal hij misschien de eerste keer wellicht niet heel fijn vinden dat ik er niet meteen ben. Is hij wel op een leeftijd dat hij eraan kan. Dat hij zal overleven op een goede manier. De hechting. Ze zeggen de eerste 1000 dagen van een kind. Dat zijn net niet... De eerste 3 jaar zijn gewoon ontzettend belangrijk voor de hechting. Dat stellen we heel erg voorop, zeg maar. Ja, schat. Dus dat zit wel goed met die hechting. En ja, we gaan kijken of we een kikje kunnen bakken. Ik heb een favoriet krentenbrood van Repli Mama. We hebben hem iets aangepast door er wat zout, een beetje zout toe te voegen en een beetje honing. Ik zal het recept hier onder de vlog van linken, dan kun je zelf ook even kijken. Hij vroeg net om te bakken. Ik heb alles alvast klaargezet. We redden het net niet meer om hem af te krijgen voordat we Nick en Lea moeten halen. Dus als we terugkomen, dan gaan we die bakken. Ja? We gaan eerst Nick en Lea halen en dan gaan we bakken. Ja? Bakken. Ja, is goed. Hij is nog niet helemaal zichzelf, merk ik. Ik denk dat hij dadelijk wel weer opleeft. Dat was vanmorgen ook het geval. Een aantal uren verder. Nick en Lea hebben een vriendje en een vriendinnetje om te spelen. Maarten is even de motor in de garage zetten samen met Eli. En nu ga ik dus even het krentjesbrood of rozijnenbrood maken. Maarten, wil je wat drinken? Ja. Wil je wat drinken? Wat wil je? Koffie, thee? Brood en melk. Is dit hem? De broek. Oh, wow, wat leuk! Die zit helemaal in zijn rollenspel van de motor. Die handschoen van Maarten aan. Die gaat exact zitten zoals Maarten dat doet. Doei! Kijk! Ja, moet je even je gereedschapskoffer ophalen? Oh. Moet je even de hamer pakken of zo?
In de kast. Deze. Nu we toch in de keuken staan, rond 4:30 begin ik altijd, of altijd, meestal toch weer met koken. Ik maak gebakken aardappeltjes met chipolata worstjes. En deze. Maarten heeft sinds kort een motor dat overgenomen van een vriend, hè? Een hele grote vriend. En hij heeft nou een... Hoe noem je dat? Een motorbroek, maar dan een spijkerversie. Zodat hij, als hij een vergadering heeft, zich niet altijd compleet hoeft om te kleden. Ja. En waar zijn je schoenen? Zoals ze later. En ja, die was dat er nog steeds. Maar goed, ik ga nu het eerst even eten maken. Wacht even, ik heb mooi twee manden gevallen. Daar ben ik ook heel blij om. Dus deze mag te staan. Terwijl ik in de sportschool was. Kijk eens. Ja, mooi schat. Dat is een andere koek dan die zwarte laarzen. Heb je ze niet betaald? Hoezo? Dat zeggen ze als schoenen piepen. Heb je er nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Zeg, is dat in Duitsland of zo? Nee, mijn oma zei dat. Dit is hem dan. Ik denk dat hij als toetje gaat nuttigen. Hopelijk blijft er nog een stukje voor morgen mee naar school. En een stukje voor de oppas vanavond. Het is woensdagochtend. Maarten en ik hebben gisteren nog een toetjesdate gehad. Hoe vond je het? Toetjesdate? Ja, toetje was lekker. Toetje was lekker. Toetje was wel lekker. Jawel. Ja. Nee, was leuk. Was fijn. Ja, was leuk. Heel fijn. Hoe lang waren we weg? 1,5 uur? Wees? Ja. We hebben wel gezorgd dat we rond 9:30 weer terug zijn, want dan is ongeveer vanaf 9:30 kan Eli zich melden, zeg maar. En rond 10:00 begon Lea te huilen in haar slaap, hè? Ja. En toen meldde zich Eli ook. Dus dat was prima. We hebben het over gehad, natuurlijk over de kinderen. Over wel dan niet aanschaf van eventuele levende wezens in huis. Dan heb ik het niet over een baby. En ik voel mijn lichaam. Ik kan sporten. Ik heb na 2 weken niet gesport hebben. Dus gisteren weer gesport. Dus dat voelt dan even zwaar. Ik heb trouwens de trui van Maarten aan. Omdat die lekker warm is. Ik had iets anders klaargelegd. Want toen zag ik dat er een vetvlek in zat. Die blijkbaar niet uit was gegaan. Dus ja, dit is outfit of the day. Trui van Maarten. Ik heb Psalm gelezen, Psalm 92. Hoe goed de Heer het is en hoe goed het is om 's morgens te beginnen met een dankzegging. Staat er wel in de Psalm? Psalm 92. Er staat in dat je 's ochtends moet beginnen met dankzegging? Ja, met een loflied. En zijn goedheid. En 's avonds moet eindigen en zijn dankbaar zijn over zijn trouw. Staat dat erin? Ja. Dat is toch grappig, dat doen zelfs niet christenen. Devotionals of weet ik veel, gratitude oefening. 2? 1, 2. Nick, hoeveel banaan wil jij? 0. Lea? Lea? De kinderen hebben vandaag Crazy Hair Day. Dat is iets wat de leerlingenraad heeft besloten. Wat grappig. Nick, wat wil jij in je haren? 1, 2. Dat. 1,2 betalen. 102. Hier is dit jouw winkeltje? Ja. Ik moet 2 euro betalen, alsjeblieft. Nee. Kijk maar even in de spiegel of ik het zo goed vind. Ja. Nog even voelen voordat we gaan. Voordat we Nick en Lea gaan brengen. Beetje crazy, hè? Nou, hier zie je lekker speelgoed. Eli heeft lekker gespeeld daarnet. En Nick die speelt nog even piano. Schijnt dat dat heel goed is om dat in de ochtend nog te doen, Nick. Wist je dat? Voor je hersenen. Je creatieve gedeeltes van je brein activeren. En Nick is sinds kort geabonneerd op Simply Piano? Ja. Nick en Lea zijn naar school. Ik ben met Eli nog eventjes gestopt bij een plek waar ze een hele woonwijk neerhalen. Er zijn vaak graafmachines en grijpers en zo. Het is altijd wel even leuk om vanuit de auto gewoon even te kijken, vindt hij. Deze dingetjes, die staan hier bovenop zijn speelgoedkast. En hij speelt er niet mee, waarschijnlijk ook omdat ze iets te hoog staan.
Of omdat hij gewoon erop uitgekeken is of de auto voor is. Dus ik ga ze even op de grond leggen, kijken wat dat doet. En als hij er niet meer speelt, dan ga ik die doneren. Hij is dus nu helemaal fan van winkeltje, beurs, centjes. Wellicht is dit ook anders een leuke plek om het winkeltje op te bouwen. Nu ik hier toch sta, we hebben hier 2 blaadjes opgehangen. De laatste tijd gaat het soms hier een beetje mis qua, nou ja, mis. Het hoort erbij, bij de leeftijden, maar qua gedrag en respect voor elkaar en respect voor praat en meteen heel boos reageren als ze niet lekker in hun vel zitten. We hebben gewoon een aantal regeltjes samen met elkaar opgesteld. Bijvoorbeeld, nou, noedels? Ja. Oké, ga ik zo voor jou maken, ja? En wat we dan ook hebben gedaan is, we hebben in de Bijbel gekeken. Wat zijn Bijbelteksten die iets zeggen over gedrag? Bijvoorbeeld de Gouden Regel in Matthäus 22. Hè, heb de Heer je God lief met alles wat in je is, even kort samengevat. En je naast als jezelf. De vruchten van de geest. Efeze 4 vers 29 over vuile taal of bemoedigende taal. Nou ja, enzovoort. Ongeveer iedere avond of zo, dan lezen we een klein stukje iets van deze teksten. En hebben we het daarover. En weet je, vroeger dacht ik, ja, weet je, dat is manipulatief. Of dan ben ik mijn kind aan het brainwashen. En ik moet zelf kiezen en weet ik wat allemaal. Maar weet je, ik heb gewoon voor mezelf en wij voor onszelf ontdekt wat wij denken dat de waarheid is. En we hebben ook zoiets van, God heeft deze kinderen aan ons toevertrouwd. Dus wij mogen hen opvoeden in de waarheid waarin wij geloven. En er staat ook in de Bijbel, ik weet even niet meer precies hoe het er staat, maar dat als je kinderen heel vroeg juist de juiste weg leert, dat ze daar later ook iets aan hebben. En ik heb ook laatst een filmpje gezien over een moeder die uitlegt waarom ze heel vroeg al Bijbelteksten uit het hoofd leert. Met de kinderen op een speelse manier, niet op een pusherige moeten manier. Maar je hebt daar gewoon gaandeweg in je leven, zal je daar profijt van hebben. Want nu zijn de breins, de hersenen van de kinderen zo dat ze heel snel en makkelijk dingen uit het hoofd kunnen leren. Dus daarom is het goed om die mooie beloftes, die waarheden, gewoon nu al mee te geven. En je never know in wat voor momenten, heb ik zelf ook ervaren, ik bepaalde zondagsschoolliederen heb zitten blaren in mijn volwassen leeftijd. Op momenten dat ik daar echt iets aan had, zeg maar. Dus nou ja, ik heb ook voor de feestdagen kaartjes gekocht om Bijbelteksten te memoriseren. Je hebt er verschillende voor kleinere kinderen en voor grotere. Ik heb die voor kleinere kinderen gekozen. Je mag zo noedels schudden. Ik ben bijna klaar met mijn verhaal. Ik heb die voor kleinere kinderen gekocht. Daar staat het een beetje, niet echt zoals het in de Bijbel staat, maar een beetje met makkelijkere woorden en een afbeelding daarbij. Korte teksten. En de reden is dat Nick en Lea hebben ook een eigen Bijbel. Volgens mij Bijbel in de gewone taal. Tans Lea krijgt er eentje met Sinterklaas. Nick heeft er al eentje. Ze krijgen markers om dingen te markeren. En zo kan ik ze dan stimuleren om op het moment dat we dat kaartje hebben gelezen, dat zij zelf in de Bijbel gaan naslaan. Waar staat dat in de echte Bijbel of in de moeilijkere woordenbijbel? Ik ga even noedels maken, want deze meneer heeft blijkbaar zin in noedels. Is de buikpijn weer weg, schat? Ja. Ja, hè? Nou, let's do it. Wat ik nog even wilde toevoegen. Natuurlijk mag een kind uiteindelijk zelf kiezen. God wil dat we allemaal zelf wel dan niet voor hem kiezen. Hij wil natuurlijk dat we allemaal voor hem kiezen. Maar iedereen heeft dus de keuze gekregen om bij hem te willen horen of niet. Dus dat geldt ook voor mijn kinderen. Maar tot die tijd dat ze dat zelf kunnen, willen, mogen kiezen, wil ik wel hun al die mooie dingen van het geloofsleven om laten zien en meegeven. Klaar, nou mama, met praten. Had ik al gezegd dat we vanmiddag naar de intratuin gaan? Met een vriendin, met haar zoontje, Nick en Lea en Elie. Kou, hè? Elie geniet van mijn krentenbrood wat ik gisteren gemaakt heb. Hij wil noedels en voordat ik die klaar heb, smash ik ze altijd.
zodat hij niet zo lange slierten heeft, maar gewoon kleine behapbare porties op zijn lepel kan doen. Nou, even om 9 uur 's ochtends samen noedels eten. Moet kunnen toch? Toen Maarten en ik gisteren door het park heen liepen en toen we hier in de woonwijk liepen 's avonds, kun je zo gezellig naar binnen kijken en al die lichtjes zien. En sommige huizen, ja, dat is een super strakke inrichting. En ik zei tegen Maarten, moet je zien. Als je hier naar binnen kijkt, die spulletjes die daar nu staan, die kaarsjes en bloemetjes en weet ik wat, die blijven gewoon constant op hetzelfde plekje staan. Ons huis leeft gewoon. Ieder voorwerp wat hier staat, overzichtig, nou, daarover gesproken. Verwisselt misschien 8 keer per dag, overdreven gezegd, van plaats. Doordat je kinderen hebt. Het is gewoon leven in huis. En soms denk je nu, ik hou van orde, ik wil gewoon dat het netjes is. Ja, ik haal een doekje. Ik wil het even schoonmaken ook, hè. En, maar als je erover nadenkt dat als zij dadelijk het huis uit zijn, ooit een keer. Wat een verschil. Dat je dan waarschijnlijk denkt, wat is het stil en geen leven in huis. Nou kan ik me best voorstellen dat als zij het huis uit zijn, dat Maarten en ik misschien wel andere gekke plannen hebben. Maar gewoon even de bewustwording om nu gewoon ervan te genieten dat er leven in huis is. Met alle gevolgen van die. Ja, schat, alsjeblieft. We hebben op de achtergrond zo'n YouTube filmpje opgezet waarin je gewoon zo'n gezellige woning ziet die kerstdecoratie heeft en mooie kerstmuziek op de achtergrond. Ga je zingen? Zoals ik al verwachtte. Nee, ik geef het nog even een kans, maar ik heb hier een beetje winkel ingericht. Dus een nieuwe koffiezetapparaat. En dan kan die koffie en thee zetten met dit setje. Dat heb ik bij de kringlooplaats gekocht. Ook super schattig. Speelt die ook veel mee. Zijn kassaspullen. Ja, en de winkelspulletjes die liggen nu hier. Daar was hij mee bezig. En hij is bezig met het springtouw. En dan gaat hij met de motor heen en weer. Nou ja. Lekker even aanrommelen. Ik was net even bezig met de boeken. Ik had hieronder wat boeken van de kinderen. Maar het is niet echt in het zicht. Dus ik heb ze even hier neergelegd naast ons nieuwe leesstoeltje. Ik wil even laten zien wat mijn kind op dit moment leest. Deze had Lea laatst gekozen bij de Stoks. Ze is helemaal fan van dieren en vosjes zijn haar lievelingsdieren. Voor Nick heb ik deze laatst gekocht toen hij ziek was. Hij houdt wel van wat stripverhalen. De Bijbel in blokjes. Dus dat is een soort Lego Bijbel. Dus eigenlijk de Bijbel, maar dan stripverhalen met Lego poppetjes. Die hebben ze laatst, hadden ze die bij de Lidl liggen. Of nu nog steeds misschien. Atlas over dieren, Lea's. Zoals ik al zei, dierenfan. Dus ook een mooi boek. Een boekje wat we s'avonds bij het eten wel eens lezen is Met de ogen en oren open. Dat gaat over de Heilige Geest en als gezin Gods stem ontdekken. Dus daar staan ook echt leuke opdrachtjes in die je samen als gezin kan doen. Mijn Bijbel. Dit is het boek. Slak, ja, goed zo. Ja. Keith Green is het boek wat Maarten leest. Dit is een beetje zo'n koffietafelboek, maar ook super leuke tips van Jen Johnson over hoe je je huis, maar ook je leven bewijzen van op orde kan krijgen. En iets wat ik laatst heb gekocht voor de dagen dat het nu wat koud is buiten en de kachel vaker aan is en we op zondag bijvoorbeeld lekker chillen. Dit boek, Het Kleine Huis op de Prairie, dat is een bundel van 2 boeken, 2 verhalen. De serie bestaat uit volgens mij 10 boeken in totaal. Die heb ik online niet echt kunnen vinden op Marktplaats of überhaupt ook niet bij bol.com. Deze heb ik dan op Marktplaats gekocht. Dat zijn gewoon de eerste 2 series, of de eerste 2, hoe zeg je dat, bundels van de hele serie. En ja, super leuk om voor te lezen met de kinderen. Tijdens het avondeten een paar regels of een bladzijde. Of nogmaals op zondag zo lekker hier zitten te chillen. Het is eigenlijk vanaf 9 volgens mij. Waardoor Nicky dus nog enigszins geboeid is. Maar het ook ja, een beetje spannend is voor Lea. Sommige stukjes, maar toch ook wel gewoon te doen. Die slaapt en nu alles omhoog staat omdat ik net Roomba even aan heb gezet, ga ik even snel dweilen, want dat is nodig, zie je.
En over een half uurtje komen Nick en Lea thuis. En dan gaan we samen lunchen. En daarna gaan we dus naar de intratuin. Guys, we waren relatief snel weer terug van de intratuin. Ja, het was eigenlijk geen succes voor ons. Heel veel mensen. Het was natuurlijk prachtig mooi aangekleed, maar te veel prikkels gewoon. Echt. Eli, ook waarschijnlijk nadat hij nu een paar dagen niet lekker is geweest, kwam er allemaal uit. Wilde niet in het stoeltje gaan zitten en. Ik was echt niet op mijn best. Ook niet naar de kids toe. Ze waren vrij snel weer terug. Echt niet leuk eigenlijk. Baal je echt van jezelf. Maar goed, het duurt nog half uur voordat Maarten komt. En dan pas ga ik ook koken om nog meer tot mijn land te voorkomen. Dus we gaan even lekker een rondje wandelen. Het is donderdagochtend. Wat had je in je schoen, jongen? Dat was waarschijnlijk van magneetjes. En ik heb hier. Welk verhaal is dat dan, denk je? Tadaa. Van de geboorte. Van de geboorte van Jezus. Mooi, hè? Dit is denk ik de laatste, maar ik weet niet. Oh nee, de 6. Die is groot, hè? Ja. Waar is de laatste? Dat is altijd leuk. Daar is de laatste. Ja, ik denk dat dat deze is. De baby Jezus, dat denk ik ook wel. Hier wordt het tafeltjespel geoefend of gespeeld. We hebben Nick en Lea naar school gebracht. En zijn toen even door naar de action. Ik moest nog een paar cadeautjes compleet maken. En nu gaan we lekker naar huis. En ergens vandaag komt mijn zusje nog op bezoek. Babytje is niet lekker. Hij heeft hoge koorts, schat. Ik ben net even bij de dokter geweest, omdat we obstipatie en koorts niet zo goed konden rijmen. Ik wil uiteindelijk sluiten dat het, weet ik veel, blinde darmontsteking is. Of dat hij ja, toch iets heeft afgeslikt of wat dan ook. Maar ja, we konden niks vinden. Hij wilde een tosti, dus dan gaan we die maar even voor hem maken. Eli heeft even bij mij aan de borst gedronken en geslapen. Hij knapt nu weer een klein beetje op. Dit is zijn favoriete speelgoed. Ik laat jullie eventjes... Trouwens, hier is het weer een beetje een zooitje. Ja, de was. Dit is ons speelopslagkamertje. Ik wilde jullie even laten zien wat de kinderen krijgen aanstaand weekend. Misschien hebben jullie daar nog iets aan qua tips voor, mochten jullie met kerst ook cadeautjes doen. We hebben echt geprobeerd dit jaar niet te overdrijven en heel intentioneel te zijn over wat we halen. Dit is dus een BMX slash motocross slash weet ik het iets helm. Dat wilde ik heel graag hebben. Dat kwam in een setje met handschoenen, een bril en een poetsdoekje. En dit is nog iets van een helm, geen idee. Nick gaat vaker met Maarten mountainbiken, dus dat wil hij heel graag hebben. Dan hebben we een set van 80 twin markers. Nick houdt echt van tekenen en kleuren. Wait, kijk. Heel vet. Wil hij ook graag hebben. En hij is helemaal fan op dit moment van zijn kerstdorpje. Hij heeft 2-3 setjes. En nou heb ik deze nog erbij gehaald voor hem. Voor Lea, de Bijbel in gewone taal. Dat is echt voor basisschoolkinderen. Met markers, waardoor ze dus in de Bijbel kan markeren. Deze sleutelhanger, die heeft ze ooit een keer aangewezen dat ze die leuk vond. En dit was haar main cadeau. Ik ben zo blij, want we hebben hem gewoon op Marktplaats gevonden. Dit is een gezamenlijk cadeau voor de 3 kids. En voor Eli hebben we deze houten weegschaal, een zoekboek, een tent en deze 2 dingen. Ik ga het snel weer toedekken. Dit zijn memoriseerkaartjes met bijbeltekstjes. Dus ik ga even toedekken. Ik ben nog niet eens aan toegekomen om in te pakken terwijl we dit weekend vieren. 1 ding wat ik nog heb gekocht, wat ook een verrassing van Maarten is, heb ik in deze koffer verstopt. Ik laat het even zo zien. Dat zijn lounge sets slash dikke pyjama's voor ieder gezinslid.
met een kerstprint. Dat wilde ik eigenlijk super lang hebben. En mijn kinderen houden ook echt ervan om in zo'n ding rond te lopen. En ik ook wel, Bart en ook dus. En daar! Billy was vanochtend nog aanhankelijk en had ook nog wat verhoging. En nu lijkt hij even op te leven. We gaan eigenlijk allerlei dingen even doen. We moeten Nick en Lea naar school brengen. Hi! Hi! Het oorspronkelijke plan is dat ik dan Maarten afzet bij de garage, want zijn bus is daar gemaakt. Dan ga ik door naar de arts. Ik heb dan een gesprek over mijn cholesterol. Eigenlijk hebben we een afspraak bij de kinderkapper voor Eli. We gaan even kijken hoe Ellie zich voelt, of die dat aan kan of niet. En daarna willen we eigenlijk samen een kerstboom gaan halen. Maar het hangt een beetje af van hoe Ellie zich dadelijk geeft. Ja? Ja. We zijn weer thuis. En een missie kerstboom is geslaagd. Dan mag hij nog even buiten acclimatiseren. Eli heeft in de auto even geslapen. Op de terugweg zijn we even langs de bakker gegaan. En mocht Eli kiezen. Wij dachten, die staan even op het koffiezetapparaat. Wij dachten een broodje of een croissantje. Maar Eli had zijn zin op iets anders gezet. De Sinterklaastaart. Die gaat er wel in. Met slagroom en krentjes. Nee, mandarijntjes. Oh ja, slagroom en mandarijntjes. Oh, ik word koud. Maarten heeft gelukkig net even de kachel aangedaan. En ik heb even een broodje gesmeerd. Eli ligt even lekker te slapen. Ik hoop dat het hem goed zal doen samen met heel veel borstvoeding. Hij drinkt heel veel borstvoeding en roosvisoglaxo. En ik denk dat hij aan de ene kant verstopping heeft. Aan de andere kant iets onder de leden van een griepje of zo. Dat hij daarom hoge koorts heeft. Hij heeft geen corona. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga bij deze de vlog afronden. Leuk dat je keek en wellicht tot de volgende keer. Doei!